Ja, dit is weer een nieuwe fase in de techniek achter de Daily Minutes. Ik werk nu met een microfoon die via SP-DIF gekoppeld is, dus optisch. Niet dat het veel zou uitmaken, denk ik, want ik heb deze microfoon al eerder gebruikt en toen was die via een USB gekoppeld. Maar waarschijnlijk zal het wel eens wat ruisarmer kunnen zijn nog. Dat zie ik er niet helemaal aan terug, maar ik heb ook een blowertje op de achtergrond lopen. Het zal dus dat blowertje wel zijn dat je hoort. Daily Minutes nummer 1512 met een uitzending voor vandaag, 1 januari 2019. Dus het bulletin van dinsdag, nieuwjaarsdag dus. Gelukkig een jaar allemaal. Vandaag wordt het serieus een korte uitzending. Ik heb de afgelopen dagen zo hard gewerkt dat ik het vandaag heel rustig aan doe. De komende dagen is het namelijk ook weer heel druk. Ja, vandaag als data twee DRM-afbeeldingen. Een kleinere en een wat grotere. Beide plaatjes met veel detail. Ik heb verder vandaag wel naar Echolink gekeken. Vanwege het inmelden naar de Daily Minutes. Wat ik en een aantal anderen toch al missen. Er is niets wat in de weg staat om vanaf vandaag op PI3XTV QRV te zenden. Dat is PI3XTV-R op Echolink. Ik weet niet of je de node nodig hebt, maar die is in de lijst wel te vinden. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Je kunt vandaag na de uitzending van 7 uur daar terecht. En dat kan via Echolink. En als je in de buurt van Amersfoort zit, ook via de ether. Het is niet over een grote afstand dat het werkt. En je kunt, als je die mogelijkheid hebt, ook je lokale repeater aan PI3XTV koppelen. Ik heb het gewoon standby staan, maar er is een kleine kans dat ik er zelf niet bij kan zijn, omdat er tussen 7 en 8 een kennis van me uit het buitenland kan bellen. En die spreek ik heel weinig, dus in dat geval ben ik er dan niet. Ja, dat is een beetje onwennig, maar dit was de uitzending voor vandaag. Vandaag is waarschijnlijk wel nog de D-Star-ronde, dus dat moet ik nog even melden. Dat is op de meeste Nederlandse repeaters. En verder, als je geen D-Star hebt, op de website van Frans, PD4, Fox, Mike, Juliet. En die website, dat is pd4fmj.nl. En bovenaan, daar vind je de D-Star-player. En met een seconde of 40 vertraging kun je dan de ronde beluisteren. Die begint om 8:30. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl.
En microfoon naar retour.